vriendschappelijke wedstrijd. Naast me zit Jurie Mulder. Ik ben even te Napel. De aftrap. We zijn begonnen. Ik ben benieuwd wat voor een wedstrijd we vandaag te zien krijgen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Wat doet die verdediger nou toch? Wordt dit een doelpunt? De bal wordt aangeraakt en gaat uit. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. En een hoekschop. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Bal achter, hoekschop. Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Bal op de lat. Houdt die bal bezit? Wat een controle. Praat. Daar hadden ze meer mee kunnen doen. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Ja! Wat een doelpunt. Geen blinde knal op doel, maar een technisch verfijnd schot. Ja, dat lijkt wel een doelpunt. Ja, heel mooi schot. En vooral dat hij geplaatst was, dat is geweldig. En dat was de eerste. Eigenlijk lijkt dat ook wel. Die houdt van waar te zien. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Wil het te mooi doen en verspeelt het balbezit. Bal is over de lijn ingooi. Daar heb ik wel gehoord, hè. De bal belandt voor het doel. Wie maakt het af? Oh, joh. Oké, het is gratis. Praat. Gaat de scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Maar kom aan, joh. Het is geen ballet, hè, joh. De bal is alweer in het spel. Snel genomen, die vrije trap. Neuting. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Dat kunt wel veel voeten zijn. Ja, is het hoor. Dit wordt menens. Die aanvaller had boze plannen, maar dan steek je een stokje voor. Mm-hmm. Goed gedaan. Ik zet er eigenlijk gewoon rustig voor een video op. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Stokje geheim. Ben ik het durf te scoren, hè? Oh nee. Dat ziet er goed uit. Praat. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Hey, wist je dat Red Bull van stierensperma is gemaakt? Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Wat? Prima uitgevoerde slijding. Dat Red Bull van stierensperma is gemaakt. Wordt dit een doelpunt? Wordt gevaarlijk. Doet die goed. Dus eigenlijk die Red Bull drinkt van. Dat ziet u ook wel. Dus vind ik ben homo of wat? Ik moet dat eigenlijk stoppen precies. Wat is mijn naam?
Praat. Sorry, maar jij bent wel verslaafd. Die is voor de keeper. Ja. 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 Ja, maar soms is het voor YouTube. Toch nu. Ze strijden om de bal. Ik had wel twee kijkers. Hè. Het is straks drie. Dus ik moet meer seksistisch zijn, dan komen de kijkers erop aan. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Zijt je nu kwaad? Waarom zijn je nu kwaad? What the f... What the f... Oh my god, FIFA, come on, joh. Oh my god. Een ploeg die laatst is in de Belgische competitie staat, die wint tegen een ploeg die in de Franse competitie derde is of zo staat. What the fuck, man. Nu even serieus, hè. Kom, joh. Oh my god. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Wat een snelheid. Ja, alle ruimte nu. Voorzetten. Voorzetten. En ik shot hem er niet, hè. Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Krommelpoot. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Ja. Nee. Ja, oh. 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 Maar ik snap het niet. Op mijn vlog heeft er een Engelsman gereageerd. Hoor. Die verstaan we toch niet. Wat een vaart. Oh! Oh, gestopt, maar kom terug. Kut. De voer. Ja, en nu? Ja, penalty. Penalty. Ik vind dat dat penalty is. Hé, hey, omkoping of wat? Oh, zet je racist? Nee. 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 De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Een poging van de coach om het overwicht te behouden. Vers bloed helpt daarbij om de voorsprong vast te houden. Slaat hem weg. Gaat hij hem voorgeven? Ze zijn de wedstrijd. Nee! What the f- Oh, jong. What the hell, dat kan niet. Wat? Die kopt in een onmogelijke hoek waar je kunt scoren. Dan kopt hij die rustig in, hè. Wat? Dat spelletje is gewoon fucking... Die heeft iets tegen mij, hè. Echt waar. En dan is er nog zo'n rotte. Daar is de gelijkmaker, de tegenstander uit het lood geslagen met een sensationeel doelpunt. Maar ah, zij dachten dat ze die wedstrijd wel even makkelijk zouden winnen. Het was een moeilijke hoek. Maar hij maakt geen fouten en hij maakt een schitterende goal. Nee, 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 fucking. Nee. Er moet toch iemand zijn die een goede tackle kan inzetten. De kans op de voorzet. En die actie wordt beloond met balbezit. Kan ik niet spelen, dan ik hem met een paal. Dan ga ik voorbij die mannetjes. Hij dan komt dan nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Wat een waanzinnig schot. Dan ben ik boos. Daar dan werd de gelijke stand bijna doorbroken, maar die bal gaat er niet in. En dan is nog eens rustig een doeltrap. Wat dit een corner moest zijn. En dan wisselen ze mij rustig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat is hem, hè. Perfect moment, hè. Nu kom ik niet de beslissingen eens maken, hè. Pak op. Ja, nee. En nu? Wordt dit wat? Nee, dat lijkt nergens op. Je mag toch op zijn minst verwachten dat hij de bal tussen de palen schiet. Dat de keeper hem dan houdt, oké. De voer. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg.
En hij wordt nu aangevallen. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Daar schuift die Mongool nog op, ook nog, hè. Jongens, ik heb dus ijzeren studs, hè, jong. Lijkt van plastic. Het is een ingooi. We naderen het eindsignaal en het staat nog altijd gelijk. Beide ploegen willen natuurlijk winnen. Minuut, ja, hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Het is nog niet schappelijk, hè. Ja, maar ik wil wel winnen, hè. Ja! Ja! Dank u! Ze staan voor, Juri. Ja, ze staan voor. En, nu kunnen ze drie dingen doen. Voorsprong vasthouden, voorsprong vergroten of voorsprong verspelen. Ja! Met een goed afgemaakt met zijn hoofd. Ja, de voorzet was ook goed. Hij scoort met een uitstekende kopbal. De keeper is kansloos. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Ik kan mezelf amper horen praten, Juri. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Nou, wat een lawaai, hè. Maar ja, ze weten dat het Elfen moet gaan scoren en toch nog een goed resultaat gaat halen. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Zit je liever in het spel van plaats voor het spel? Ja, zo, wat een serieus. Dan heb ik het niet veel geld gehad, hé. Allee, jong. Oh. Ja, soms wil ik echt een spelletje zetten. Ja, Marien, jij maakt dat af. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Had ik in dat mijn vlag is te zwaaien en dat nog een paar. Vies, hè, jong. Ja, ik was trouwens de video toch al afgelopen. Volgende week is pre-matchen. Marien. Dan moet ik wel veel editen met hem. Kom aan, dan moet het worden. Syriac. Probeert het. Jawel. Score. Jawel. Leken. Leken, godverdomme. Hey. De trainer heeft een goede hand van wisselen, want de invallen is goed. Aha. Ken? De scheidsrechter fluit, het zit erop. Moest ik zeggen van zulke? Elke gewonnen wedstrijd is een flinke opsteken voor hetzelfde. Wel, ook een vriendschappelijk potje. Dat klopt, winnen blijft leuk, ook al staat er niks op het spel. Hij moet een man op zijn bak zien. Oh my god, en die speelt gelijk of wat? Oh, ik heb neerrecht omhoog. En nee, ik heb verliezen tegen die. Dan kijk ik omhoog zo. Echt waar. Een trekker, zeg. Allee, ik ga de video afsluiten. Allee, de volgende keer een teammatch en dan nog een. Ik zal direct eens zien welke match nog. Ja, ik wil dat overschrijven. Ik zeg aan de people. Wat, hè? Moet ik eens zulke komen? Ja, voor wat? Je mocht altijd komen. En dat papier, dat is zo slap als graal, hè? Hoeveel onder 10 tegen wie we dan moeten tegen Leo? Nee, Tottenham. Oh, ik heb nergens een boel. En Ken. Oh ja. Dat is Oh ja.